Auto's moeten meer via de ringweg rijden en zo weinig mogelijk door de wijken. Dat is het belangrijkste doel van het mobiliteitsplan van het college. Die plannen waren al bekend, maar na gesprekken met bewoners zijn ze nu definitief. Om auto's naar de ringweg te sturen wordt de maximumsnelheid op bijna elke weg binnen de bebouwde kom verlaagd naar 30 km per uur. Daarnaast wordt er extra geïnvesteerd in het openbaar vervoer om mensen te stimuleren hun auto vaker te laten staan. Het werkt op elkaar in. Op het moment dat er minder auto's op de weg rijden, betekent dat het openbaar vervoer ook betrouwbaarder en beter kan rijden. Daarom investeren we ook in het openbaar vervoer, ook in de fietsroutes en ook in de voetganger. Met bredere stoepen en betere perrons bij het openbaar vervoer. Automobilisten die gebruik maken van het openbaar vervoer, die geven ook meer ruimte aan die automobilisten die die keuze niet kunnen maken, die in de auto moeten blijven zitten om bijvoorbeeld naar hun werk te gaan. Dus hoe meer automobilisten gebruik maken van het openbaar vervoer, hoe beter het is voor de automobilisten die achterblijven. Een andere optie is een tramverbinding. Als je naar het plaatje kijkt van de stad Groningen, zie je aan de westkant, daar ligt spoor. En we denken, nou, dat spoor kan beter gebruikt worden door daar extra stations aan te leggen. Maar aan de oostkant van de stad ontbreekt zo'n snelle verbinding. Nou, dat zou een tram kunnen zijn. En dan niet de tram van het plaatje van vroeger, maar de tram die van het Europapark naar het UMCG en dan via station Noord naar Zernike gaat. Dus aan de oostkant van de stad, op rails, of heel, dat zou misschien ook via nieuwe technieken zou dat een tram kunnen zijn, maar ook een tramachtige verbinding. Dat weten we nog niet. Dat is iets waarvoor we eigenlijk aan de raad vragen, geven ons de opdracht om dat verder uit te zoeken. Ja. Het is ons gelukt om de bereikbaarheid van Zernike, er zijn 75.000 mensen per dag buiten de coronatijd, om die op de nationale agenda te krijgen. Dus dat betekent ook dat het ministerie dat als een nationaal probleem ziet. En wij verwachten ook financiering vanuit het Rijk om deze oplossing te kunnen financieren. De plannen zijn voor de komende 20 jaar. Maar dat betekent wel, als de Raad deze visie aanneemt, dat elke stap die we zetten richting deze visie gaat. Soms is dat een grote stap, soms is dat een wat kleinere stap, maar elke stap is wel deze richting op.